privéchauffeur. Leuk hè, zo campen. Het is een soort met de boot, maar het gaat allemaal wat sneller. Ja. Rosana, Joppa. Oh echt? Ik ga een beetje op Gillet lijken. Hè? Zo'n worstenbroodjes. Oh, Martijn heeft een sloep gekocht, hè? Ja. Met een nieuw YouTube. Hè? Nieuw YouTube kanaal. Tanken vind ik leuk. Ja. Alleen die past hier daarna door het sleufje heen. 1887 liter. Hier groeit het gras. We gaan eens even bij zus en zwager kijken. Ja. Vanmiddag geven ze wel slecht weer op. Ja. Dus, nou ja, ik heb netjes alles boven afgedekt. Kussens, tenten, biminis. Ik was al vroeg op vanmorgen. Ja, oh, ik zie het, ja. Alles afgedekt. Want anders dan zegt Erik vanmiddag, hey, onze kussens, onze biminis. Ik was al vroeg op. Okay. Alles is afgedekt. Lopen. Hoppa. Hier weer de office. We gaan vandaag camperen. Ja. Camperen. De taxi staat voor de deur. We gaan eens even kijken. Ook weer is leuk. Detlef. Leuk hoor. Privéchauffeur. Hallo. Hallo. Ik ga overleg doen. Ik kom even binnen gluren. Gezellig. Kom erin. Binnen gluren. Twee. Hup, zeteen. Nou. Goedemorgen. Kom even binnen gluren. Ja, we zijn er al. Leuk. Lekker in de airco. En, zo, ja, ik ga bijna mijn bek hier. Ja, het is hier wat kleiner als... Een beetje opstapje. Nee, het is een goedemorgen. Camper. Goedemorgen. Oh ja, daar heb je een slaapkamer. Ja. Keuken. Een slaapkamer. Ja, een keuken. Keuken. Nou. Ja. Hey. Slaapkamer. Nee. Oh, er ligt hier ook een gitaar. Ja. Dus we krijgen nog gezellige muziek vanavond. Zeker, ook. Ja. Nou, we rijden met die bak. He? Ik mag voorin zitten. Ja, zeker. Goedemorgen, Ed. Morning. Nou, we je hebt de route al ingevuld. Ja. Waar gaan we naartoe? Daarheen. Maar ik rij even een stukje om. Ik ga je even laten zien. Of... Je rijdt om? Ja, ik ga omdraaien. Een klein stukje. Nou, jullie zitten ook goed, hè? Zeker. Shoppen. Nou, klaar voor jassen erbij? Ja. Ja, klopt. De groeten van Johan. Oh. Nou, groeten terug. Thank you, Sneek. Wil je gaan omrijden? Daar moest je net heen. Lekker. Zeg maar, dit is wel leuk. Wat ga je maar laten zien dan? Dat je daar niet in mag. Ja, maar, ja. Oh nee, daar gaan we niet in. Daar gaan we niet naar rechts, maar zo naar links. Oh. Nou, het ballen stond het goed gemaakt. Er speelt uit. Oh, hier heb je ook camperplekken. Ja. Oh, dit zijn die, ja. Hier zijn we langs gereden. Zou alleen een nacht staan. Oh, het is alleen voor een nachtje. Kijk, hier staat zo'n buscamper. Oh ja, dat is een hele grote camper. Dat is leuk als je in Amerika zit, maar hier in Nederland heb je daar geen rol aan. Nee. Nee. Mooi. Nou, rommelen met die bak. Mobiele
één uitje dag drie. Sorry, foto's maken. Of selfies maken. Selfies! Leuk hè, zo campen. Ja, echt leuk. Het is een soort met de boot, maar het gaat allemaal wat sneller. Ja. Uurtje ben je Roosendaal. Waar gaan we eigenlijk heen? Daarheen dus. Rosana, shoppen. Oh echt? Eten. Oh ja, lekker ontbijtje. Koffie drinken. Waar beginnen we mee? Doe er ook een Mac of niet? Ja. Ja? Ja. Lekker uitje. Lekker uitje. Ontbijten. Meneer, lekker met nou, de chauffeur. Weet je wat voordeel je zet? Ja. Ze kunnen daar ons hier in je rare kleren douwen. Ja. Nou, wat zeg jij? Ze hebben ook saleskledendracht, hè? Saleskledendracht? Ja, die hebben we nog niet gehad. Voor mij maakt die niet vanaf van de Hollandse. Ja. Nee joh, wat doe je nou? Je wilt toch spectaculaire acties hebben? Wat doe je nou joh, hé? Zo, als je dat gezien had, ik had net mijn camera niet aan. Oh. Echt levensgevaarlijk die vent. En je wilt spectaculaire acties? Acties? Nou, dat is zeker acties. En gelijk met een nog even gaat de keer op de snelweg. Hebt hij weer? Ja, weer in zijn broek zitten morsen. Ja! Oh, stress! Ik heb de vorige keer ook al zitten doen. Hele natte plek. Die heeft niet zo'n zangerige stem. Hoezo, die hebben ze jou ingesproken? Ja, maar hier, hij past hier toch wel in de parkeergarage. Een beetje gangetje. Kunnen we met de cabrio terug? 2,5 hoofd. Kunnen we met de cabrio terug? Hartstikke leuk. Nou ja, open dag deze camping. Nee hoor. Nou, we zijn er. Zo. Die sluit de boel aan het verbouwen. Ik weet niet wat je allemaal aan de einde hier gesloten gaat houden. Dan moet je hier bovenin. Je moet via de deurtje instappen. Oh, je moet via de deur. Mag alleen niet roken in de auto, hè? Nou, nee, breek ze de been. Nou. Ja, gaat niet lukken hoor. Nee. Gaat niet lukken. Ja, zo. Nou, ik denk dat het beter zit dan in die camper. Nee, ja, leuk hoor. Wat zijn ze lief. He? Ja, is dat leuk hoor. Zeg maar, he? Op Instagram en zo. Oh. Even doorbellen. Ja. Kan je me even plaatsen? Moet je even alleen dan doorbellen? Faxen mailen? Ontbijtje. Yes. Ik heb een ontbijtje. Unknown, ik weet niet wat het is. Jij hebt een bolus. Ja, zoiets. Bolus. En ik heb natuurlijk weer twee sausijzerbroodjes. Ik ga een beetje op Gilles lijken. Hè? Zo'n worstenbroodjes. Ja. Even vervelend worden. Nou, lekker happy eten. Ja, is best lekker. Ja? Het is niet echt een bolus, maar zo lekker. Oh, nee, een bolus leg je op de wc. Nou, was leuk hè, Rosada. Ja, eindelijk. He, allemaal tasjes. Eindelijk, na 4 jaar. Jokjes. Nou, is gelukt hoor. En nu, wat hadden we nu op het menu? We gaan terug naar de boot. Ja, ik zei ook tegen Ed, stel hè, dat er toch een hagelsteentje naar beneden komt, dan ga ik blijven gewoon in de camper. Ja, ja, ja. Even boodschappen doen. Hè? Oh, yes. Oh ja, ook nog. Boodschappen doen. Op naar de supermarkt. Ja, op naar de supermarkt. Ja. Boodschappen doen. Ja toch, je wilt toch morgen barbecuen? Oh ja. En versje erop. Ja, precies. Nou, we gaan weer camperen. Camperen. Ja, en we gaan de koek. Shoppen. Shoppen is klaar, hè? Ja hoor. Geef maar even jouw cadeautjes. Ja, au, au. Mijn cadeautjes, ja. Ik heb een pan gekocht. Nou, één.
pan. Hij heeft een nieuwe set pannen. Ja, kan ik voor mijn vrouw lekker eten maken. Zo, dat knijpt. En heeft hij een zwembroek, dan heb je niet zo warm met koken. Ja. Sokjes. Ik heb ineens een smurf naast me zitten. Ja. Nee joh, gaan ze dat raam open doen? Ja, ik denk al, ik voel allemaal druppels hier, maar kijk, het komt wel wat binnen joh. Wat doe je dat? Ja, maar dat scheelt vanzelf in je bijkomst. En overal is het gewoon vanaf. Hè? Nou, jij lekker tanken? Ja, ik wacht even. Het regent zelf binnen. Klus? Ja. Oh. Ja, Martijn is weer aan de klus. Even kijken of je bus. Ja. Oh, laptop erbij. Ja. Wonders, hè? Wonders, hè? Nou. Even kijken hoor. Dat scherm doet wel. Oh, hij doet het. Dat weet je niet, hè? Nou, ik heb hier een hele dikke walspanning van 6 ampère. Nou, dan schiet je niks meer op, joh. Dat is juist klote. Ja, de generator doet het niet, hè? Nee. Ja, doet ja, het hij wel. Doet het wel, maar het kletst niet met de omvormen. Oh, hij komt niet op net. Nee. En dan komt Martijn weer. Nou, je had ook een nieuwe kookplaat, hè, Ron? We hebben een nieuwe kookplaat? Ja. Hopie die boppie. Ja, de gas is eraf, hè? Nou, weet je, ja... Ron is van het gas af. Ik ben ook mee met die ontwikkeling allemaal, hè? Ja. Maar weet je wat het is? Hieronder zit een gasplaat. Ja. Dit ding is ook nog op gas. Ja. En die gasflessen boven, die zijn alle drie leeg. Ja. Nou, dan moet je drie nieuwe gasflessen gaan halen. Dan kan je beter dit aanschaffen op elektrisch. Ja. Want we hebben capaciteit zat. Nou, een mooie kookplaat. Dus we hebben hier een gebruiksaanwijzing. Huut, doe de rookie. Maar Ron is van het gas af. Ik helemaal van mooi. Gas af. Ja. Hè, Martijn? Ja, gas of diesel, is dat was het nou? Nee, we hebben een... Ik heb ik heb Ron geadviseerd om een kookplaat op elektrisch te nemen, gewoon 220. Hè? Geen weggebordjes. Daar hebben wij ervaring mee, hè? Ja, nou ja, dit is een 220 kookplaat, dus deze kan gewoon in stopcontact. En dan kan die toch tot verbouwing. Maar er is nog een mooie wijziging. Een airfryer, hè, voor de bitterballetjes. Airfryer? Ja. Ja, maar jij eet helemaal geen bitterballen, maar je kan... Nee, ik zelf gebruik het niet. Nee. Maar ja, voor je gasten moet je toch wat hebben, Erik. Als ze erover vragen, ik zelf eet... Nee, jij eet niks. Nee, ik hou niet van snacks. Nee, ik ook niet. Ik, Roerbv is snackloos, hè? Ik zet hem hierboven, Martijn. Dank je wel. We hebben Roerbv opgezet, hè? Ja, Ron Erik BV. Ja, ja. Voor klussen. Ja, okay. Maar je moet ons niet bellen. Nou, we gaan testen. Nou, hij doet het. Weet je wat het ook doet? Wat je wat opnieuw is? Waterkook. Kijk eens. Nieuw theedoek. Oh, nieuw haakje. Nou. Heb zoetje geregeld, dat is lief, hè? Nou, Martijn is even aan de klus. Nou, hij doet het erop, hij kookt. De eieren kunnen erin. Ja. Maar onthoud één ding, heb je een dompelpomp aan boord? Ja. Elektrisch, hè? Nou, die heb je klaarstaan. Ja. Want je hebt niks, hè? Want hij gaat gewoon naar de boom. Nee. Die ligt ernaast. Nou, Ron is al wat werk van niks geweest. Ron, die ervaring heb ik gehad, hè? Ron heeft een bielspomp en die heb er al naar gekeken, maar daar is het ook bij gebleven, hoor. Ja, gekeken. Nee. Ik had er niet anders voor. Ja, maar dat was te druk, jongen. Ja, niet dat we negatief zijn hoor Ron. Jullie denken altijd dat ik alleen maar de boot heb. Ja, kijk overal naar. Ja, ik kijk enorm. Kijk, ik
zal je vanuit de bielspomp laten zien. Oh, van bielspomp. Ja, maar dat heb ik eruit gehaald voor je. Dat ja, maand dus deze, geleden. Als die los ligt, ja. Ja. Doet die het niet, hè? Nee, maar die heb ik een maand geleden eruit gehaald. Ja, dat klopt. Nou, die ligt nog steeds hier. Allemaal. Oh, je gaat nou kabel bijtrekken voor de communicatie. Ja, dat zou als goed is moeten passen, maar dat past ook nog. Dat is voor de communicatie van? Ja. Van de Victron naar de Simrad. Dan krijg je de Victron op de, ja. Op de Simrad monitor. De kabel is bijna langer geduurd thuis, zo lang ligt hij al. Ja. Wacht erop. Ja. Oh. Dus dan kan je je Victron op je Simrad bedienen, zeg maar. Ja. Dat, dat ging je bij mij ook doen. Bij mij werkt dat nog niet, hè? Nee, bij mij niet. Nee. Maar hoezo niet? Want bij jou... Oh, dan moet jij ook een kabel hebben van... Ja. Van H-switch naar dingen, om dat dan te doen. Ja. Nou, hij spreekt een beetje maar je geeft gewoon binnen, maar die pagina komt niet binnen. Nee. Dat is hem wel. Ja, fantastisch, in één keer. Ja, ja maar waarom kan je goed trekken, hoor? Ja, maar ik trek me wezenloos. Hé, hey, maar hoe gaat het met je tank dingen nou, zeg maar, metingen? Ja, is maar goed. Mijn tank? Ja, tankmetingen. Ja, tankmetingen, die doen het hartstikke goed. Ja. Ja, werkt perfect. Hij is of vol of hij is leeg. Ja, dat is meestal. De energietank bedoel je? Mijn energietank. Die is vaak leeg, hoor. Ja, nee, die tankmetingen moeten allemaal nog gebeuren, hè? Ja. Maar dat vloertje moet er even uit dan. Ja. Ja, die pas op laten leggen. Ja, precies. Dus ik denk dat die tankmetingen niet meer. Jawel, echt wel. Eigenlijk niet meer komen. Gebeuren, hoor. Dan moet die vloer er weer uit. Ja. Dat heb ik gezegd tegen die man die hem gelegd heeft. Oh, oké. Okay. Ja, Rom is helemaal gek van zijn cameraatjes, hè? Ja, maar dat is toch fantastisch? Ja, dat werkt goed, hè? Als er nou iemand over de steiger loopt, komt hij aanlopen zo. Ja. Nou, dan pak je hem in deze camera, dan pak je hem hier. Ja. En dan pak je hem hier naar de voorkant. Nou, zeg maar dat hij er niet geweest is. Ik heb bijna inzoomen in mijn slaapkamer, hè? Ja. Ja. We gaan vanavond een reddingsactie doen, hè? Ja, we gaan een kleine KNRM even gek maken hier. De reddingsmaatschappij. En die hebben één grote fout gemaakt. Die hebben ons gevraagd om mee te doen. Ja. We kijken wie vanavond een been breekt. Ja. Jij of ik? Ja, ja, we gaan sparten. Ja, zouden ze ons op het water gooien? Ik weet, nee, het water niet. Nee, dat hoop ik niet. Oh. Nee, maar we moeten paniek gaan schoppen. Nou, dat kunnen we wel. Hè? Ja, daar zijn we goed in. Ja. Maar ik ben benieuwd. En dan gaan ze ons bootje terugbrengen in de haven in. Oh, echt? Worden we gesleept. Ja, leuk. Dus, dat helemaal geweldig. We moeten even kijken hoe de stijgers nu liggen. En hoe ze dan vanavond liggen als we terugkomen. Want dat zal me naar rot van gaan. Ja, want... wij zijn onmanoeuvreerbaar, hè, vanavond. Ja, Roer BV. Ron en Erik BV, ons niet bellen. Ja. Nou, Martijn legt weer in zijn favoriete hok. Hè? Ja, die naam is het scheef. Oh, je bent die naam al aan het doen. Ja, maar die... Steun is scheef. Ja. Kijk, deze aandraai, kijk of hij dan wegkomt, maar... Ja, dat is allemaal vastgelast. Dat is ineens voor de motor. Oh. Dat is voor de motor te stellen. Heel erg kort, ja. Jongens, kijk eens wat. Ja, deze dynamo is ook 110 ampère. Dat is dezelfde. Kijk, oké. Je hebt er nu een kleine wieltje op staan. Ja, ik zit hem toch vast hier. Maar zo gaat hij vast. Dat is het oude wieltje. Oh, maar hij is wel een stuk kleiner. Ja, heel stuk kleiner. Nou, dan zijn we weer even terug in de machinekamer bij Ron. Spikjes van hier. Ja, het ziet er allemaal netjes uit. Niks aan de hand. Generatortje samenwerkt met mij en drinkwater hebben we even nieuwe stuiver erin gezet. Nu is Martijn nog even bezig met de dynamo. Er moest een kleinere wiel op, dan gaf hij meer vermogen.
Victoron doet het nog. Nou, het is wel netjes hier, hè? Mm-hmm. Helemaal. Oh, mooi. Oh, Martijn heeft een sloep gekocht, hè? Ja. Met een nieuw YouTube. Hè? Nieuw YouTube kanaal. Dan kunnen we een refit van de sloep van Martijn dan doen. Ja. Ik zal hier even. Nou, dat is ook met die herrie maken, man. Ja. Dat doe je gewoon expres, hè? Ja, maar weet je. Maar ik zal even een fotootje hieronder posten, hè? Ja, is goed. Een harding sloep, hè? Ja, harding sloep. Hij blijft bezig, hè, met die... Harding sloep. Harding sloep heb je gekocht, hè? Ja, 10 meter. 10 meter? Ja, 3,5 breed. Mooi. Klopt, exact. Oké. Okay. En die gaan we refitten, hè? Ja, die gaat goed. Dus dan krijgen we weer een refit filmpje. Meneer, weten we nog niet, maar de tijd moeten we even zoeken. Maar dat komt wel. Eerst gaat hij varen. Nou, ben benieuwd hoor. Ja, de moljachtsloesje sloep. Nou, los. Hij is los. Even tanken. Even tanken, ja. We hadden het vermoeden dat hij dorst had. Dat is niet mijn favoriete hobby, moet ik zeggen. We gaan even tanken. Tanken vind ik leuk. Ja. Alleen die past hier daarna door het sleufje heen moet nemen. Het is altijd mijn pas, dat is weer het. Ja, ik heb mijn pas er ook doorheen te houden. Ja. Er staat toch niks op. Ja, ik heb ook zo'n pas. Leg een mooi schip daar, Ron. Nee? Ja, leg een mooi schip. Ja. Mooi. Zeker een heel mooi schip. Is er niks voor jou? Ja hoor. Leg te koop, hè? Ja. Ja, dat weet ik een oorlog waar. Nou, even tanken. Het is eigenlijk best wel mooi weer. Dus... schip eigenlijk, hè? Oh. Waar zit die veld op, Ron? Achterlinks. Er zit zo'n klep. Maar er zitten ook weer, er zitten twee gaten. Ja. Eén is ontluchting, de andere is de vuller. Oh. Dus ik moet even kijken welke het nou weer was. Misschien mag ik er een keer opschrijven, hè? Dat zou ook leuk zijn. Ja, dat zou wel makkelijk zijn, ja. Als je weet waar je mee moet houden. Daar heb je normaal toch ook geen last van. Dan weet je toch ook welk gat je moet hebben. Dat weet ik uit mijn hoofd. Kan ik zelfs het licht uit. Elke keer zelfs in het donker. Ja, maar het licht uitgaan. Het is wel nog niet makkelijk, denk ik. Nee, maar als het niet lukt, Ron, staat het in ieder geval op film. Ja. Hebben we mooi materiaal. Moet je kop helemaal in het hoekje duwen. Kopje helemaal in het hoekje duwen. En dan doe je je roer dwars naar bakboord. Hè? Maar als jij je kopje helemaal daar in het hoekje hebt zitten, dan loop je hierachter altijd vrij. Ja, daar gaat hij al, zie je. Maar je kopje in het hoekje houden. Een beetje achteruit. Zit de kopje in het hoekje vast. Ja. En dan allebei naar bakboord, hè? Dat is stuurboord. Ja, nou
even achteruit. Ik ben bijna vrij achter. Oké, nou de kont een beetje naar stuurboord. Ja. Oké, nou kun je gewoon al vrij achteruit, heb je plek zat. Kijk naar deze kant. Ja, je bent die zeilboot al voorbij. Ja. Mooi hè? Die ken je best wel hè? Die ken je best wel. En dan moet je zeker zo ver mogelijk achteruit. Hè? Oh ja. Nou, ik ga even vastmaken. Nou, sta je vast. Bootje is al vast. Mooi nieuwe touw trouwens, Ron. Ja, die heb ik. Die heb ik ook. Ja, die heb ik gekregen van. Gekregen, nou, kontje even bij. Dan kom ik hem even aanpakken. We gaan voor de 100% He? Kortingsregeling. Dat kun je gewoon zelf. He? Sommige dingen kan ik zelf. Dadelijk met afrekenen heb ik wel weer hulp nodig. Zegt u? Ik heb de post liggen. Ja, kan dat? Maar hoe voller die tank wordt, hoe pijner het doet zeker. Nou ja, nu heb ik er nog geen last van. Ik heb mijn verrekijker al neergezet. Ja, dan kan je kijken of die vol is. Ken je los? Heb je vertrouwen in de motor? Ja, dat weet ik niet. Ik heb nooit vertrouwen in de motor. Er is altijd wat. Weet je wat leuk is? Ja. We hebben er maar één. Ja, precies. En voor mij doet hij het. Let's